Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner VHS Review. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En vandaag zijn we hier bij elkaar gekomen voor een nieuwe aflevering. Jullie hebben afgelopen vrijdag gestemd op I Know What You Did Last Summer. Een film gekozen door Hakan. Ik heb nog honderden vragen aan Hakan. Maar laten we beginnen. I Know What You Did Last Summer, Hakan. Er komt gelijk een vraag in mij op. Ik denk dat het ook bij jou opkomt. Waarom? Waarom I Know What You Did Last Summer? Waarom? Het is jouw favoriete film. Nee. Ja. Hoe kom ik hier onderuit? Dit klinkt echt als een teen girl movie. Als je zegt, I Know What You Did Last Summer. Ik wist dat het... Of een liedje van Shawn Mendes. Ja. Ik wist toevallig dat het een horrorfilm was. En we zaten een beetje in de Halloween sfeer. Okay. Dus ik zag hem zo 1, 2, 3 staan. Ik zeg, ik had hem zelf nog nooit gezien. Ik had nog nooit iets van de film gezien. Ik dacht bij mezelf, misschien kan het leuk uitpakken. Nou ja, dan... Ik denk dat onze reacties meer dan genoeg zijn. Nou ja, dat is een vraag aan Hakan. Waar gaat de film over? Ja. De film die gaat over 4 studenten. Die zitten in het laatste jaar van hun high school. En die gaan dus naar de universiteit. En die komen voor het laatst dan bij elkaar om een leuk avondje te hebben. Dat loopt iets anders uit dan verwacht. Er wordt een ongeluk komt er. En een jaar later... I Know What You Did Last Summer. Ja, komt kapitein Haken de hoek om. Ja. En daarmee hebben we best wel een goede uitleg gegeven van de film. Ja, een beetje kort uitgelegd. Laten we gewoon gelijk beginnen, jongens. In het begin, inderdaad, komen ze aan. Er wordt iemand aangereden. Ja. En dan wat ik dan gelijk dacht van, ze dumpen hem in het water, toch? Ja. Hij leeft nog. Waarom dump je hem alsnog? Ja, dat was best wel raar. En dan vervolgens... duikt hij in het water om het kroontje te redden. Dan denk ik ook weer van, waarom duik je in het water? Ja. En waarom zijn altijd American teens zo casual? Dat is wel goed. Om geen bewijs achter te laten. Dat is best wel slim, ja. Maar waarom zijn die American teens altijd zo casual? In al die horrorfilms, ze duiken gewoon in die lake. Je denkt bij jezelf van, het is donker. Hmm. Het is Cabin in the Wood. Het is creepy. Yeah. Doe het niet. Yeah. Laat het gaan. Maar dan duiken ze alsnog het water in. Ja, maar omdat ze dat kroontje uit het kroontje gepakt. En ja, dat zijn weer bewijs. Dat klopt wel. Dat is het bewijs inderdaad. Dat is gewoon bewijs. Ja. Dat kan de haat. Ik denk dat deze film best wel korter kon. Met gewoon één belletje naar de politie. Van we hebben iemand aangereden. Dan was het gewoon klaar. Weet je. Ja. Dan was het gewoon opgelost. Heel simpel. Maar er zit dan weer zo'n rijk Amerikaanse tiener op. Weet je wel. Onze scholarships gaan naar de dingen. Filistijnen. Ja, ze zijn rijk. Niet goed. Wat scholarships, joh. Laten we het maar gewoon in de doofpot stoppen, weet je wel. Met z'n vieren weten hier niks van af, maar ik weet niet. Maar wat mensen wil zeggen, waarom bellen ze niet gewoon de politie? Want het was best wel gewoon, die jongen die rijdt, die had niks op. Nee. Hij zag van, maar dan gaan ze mij weer framen, blablabla. Ja, omdat is er vertrouwen in de kleren is. Is er vertrouwen in de politie zo weinig tegenwoordig? Nou, toen al. Ja, maar ik denk bij mezelf, dan gaat hij gewoon een blaastest afnemen. En dan degene die rijdt, die heeft dan niks gedronken. En die is dingen. Plus die man leefde ook nog. Ja, ook. Oh ja, precies. Ja. Dus waarom heb je hem alsnog gewoon in het water gedumpt, terwijl die leeft? En waarom heb je niet gewoon de politie gebeld? Dat was mijn vraag. Maar jongens, wat hadden we vooraf van de film verwachten eigenlijk? Kijk, Hakan, waarom die het heeft gekozen... We hebben eigenlijk nog steeds geen antwoord op. Ja. Random. Maar wat had jij vooraf verwacht? Kijk, ik heb wel een herinnering aan deze film. Ik heb deze film wel
Ik denk wel 6 keer gezien. Oh, echt? Ja, echt. Oh, je hebt hem al gezien? Tuurlijk. Ja, vond je hem zo goed? Nooit gezien? Nee. Ja, het had maar waarom hebben we 6 keer gekeken? Ja, maar dat heeft gewoon weer te maken Shawn met... Shawn Mendes. Shawn Mendes, tuurlijk. Nee, maar ik heb hem ooit een keer gezien toen ik... Ja, wat zou het zijn? 15 of zo, 16 toen ik er was. En toen vond ik zeg eerlijk, toen vond ik hem eng. Ja, oké, okay, dat snap ik ook. Toen. Ja, ja, ja. En daarna heb ik hem... is hij heel vaak op tv geweest. Dat herinner ik nog. Ook, gewoon, ja. Dan heb ik hem niet helemaal gezien, maar dan stap ik ergens middenin of zo. Ergens op RTL, weet ik wel wat. Dus, en ja, nu heb ik hem nog weer gezien. En hij is totaal eigenlijk niet echt eng of zo. Nee. Maar nu zie ik pas, nu realiseer ik me pas hoe best wel slecht die film is. Ja. Ja, hij is niet echt super slecht, maar hij is heel, heel eenvoudig. Maar, heel eenvoudig, ja. Maar kan het ook zijn, want je zegt ik heb hem al 6 keer gezien, nou, met deze erbij 7, neem ik aan? Nee, nu 6. Oké, nu 6. Dus je had maar hij heeft toch ook niet gezien. Echt letterlijk geteld. Ja, gooi dat gewoon op. Jij zegt echt gewoon, jij hebt hem 6 keer gezien. Dit is we gaan zevende. Niet elke poging nee. Ga ik niet vertellen hoe die was. Maar is het dan nu dat je hem met een andere oog naar het kijken, zeker, omdat je nu ook echt zeker. Dieper ik, naar die film kijkt? Want, is. Ja, ik ook, toen voor ik eerst keek, vond ik hem eng. Maar toen was ik ook 15, 16, was ik jonger, weet ik het. Toen stapte ik waarschijnlijk net in de horrorfilms, zo weet ik veel wat. Maar nu, ik vind hem niet eng. Ik vond eigenlijk wel gewoon gelijk toen die eerste noot kwam van I Know What You Did Last Summer. sorry, ik kan het niet laten. Dus, Het was een grote hit een paar jaar geleden. Wist je eigenlijk al gelijk wie de killer was? Of wie degene is die de notitie achterlaat? Nee, klopt. Maar, ik vond weet je wat er wel grappig van? Ze gaan naar die Max toe, hè? Ja. Die Max. Ja. Wie is die Max? Ja, geen idee. Max, die is van Big Bang Theory. Ja, precies. Dat is de nerd van Big Bang Theory. Die overal spelen. Maar, maar dit was voor de Big Bang Theory. Ja, maar dit is een film uit, wanneer was het? 96 of zo? 97 of zo? Deel 2 kwam uit op 98. Ja, en Big Bang kwam pas uit in 2007. Dus daarvoor was het niet dingen. Maar als je er nu naar kijkt, inderdaad, dan... kan je niet serieus nemen. Want hij speelt hier zo'n tough guy. En bij dingen is hij gewoon zo'n nerd, weet klopt. Je wel. Ja. Maar ook dingen. Ik heb het opgeschreven. Even kijken, hoe heet hij nou? Barry Cox. Heet hij in de film. Wordt gespeeld door Ryan Phillip. Hij speelde ook in Shooter. Ken je die nog? Shooter met die sniper. Die serie dan. Ja, niet die van Mark Wahlberg. Ja, okay. Mark Wahlberg, maar die serie die inderdaad. Die serie inderdaad. Mm. Ik herkende hem helemaal niet. Ik herkende hem pas... Ik heb de serie niet gekeken. Oké. Nou, ik herkende hem pas nadat ik had een beetje gekeken, blablabla. Zag ik inderdaad dat hij dat was. Maar ja, in de edit zie je nu foto's. Maar tot vergelijking van toen, naar hoe hij er nu uitziet... snap ik van mezelf wel dat ik hem niet herken. Want hij is heel anders nu. Maar ook, die noot, tijdens die noot... dan moest ik denken aan Jersey Shore. Jersey Shore? Nog? Ja, tuurlijk. Ja, maar wie heeft een notitie geschreven? Who wrote the note? Ken je dat nog? Heb jij Jersey Shore gekeken? Nee, ik heb dat niet gekeken. Who wrote the note? Ken je wel? Ja, ik weet dat waar was die ene episode waar Ronnie was vreemd gegaan en hadden Snooki en J-Wow hadden een brief geschreven van Ronnie heeft dit en dat gedaan. Liet ze het achter bij Sammy. En dan Paulie D. Maar dat was echt toen goud, hè? Maar dat Paulie D. heel de tijd aan het ahoeren is. Who wrote the note? Ja, en later is daar weer een Jersey Shore gekomen. Hoe heet dat? Family Vacation. En toen kwam Sammy langs met haar nieuwe vriend. Hadden ze die hele dekbed. En die kussen. Ja, die hebben we gezien. Hij is niet echt zo. Hij is altijd zo'n prank war champion. Ja, dus . Altijd voordat hij komt naar een nieuwe seizoen heeft hij iets weer voorbereid. En had hij nu weer een ding voorbereid. Waar die hele dekbed met die noot had gemaakt. Kussen slopen en zo. Ze konden wel om lachen. Ze konden wel om lachen, uiteraard. Uiteindelijk wel, ja, inderdaad. Ja. Maar... dus dat. Maar ja, het was vrij simpel wat ik zei. Mm-hmm. Je kon gelijk al weten wie de killer was. Maar ze hebben er toch wel iets van een ding in het verhaal verwerkt. Mm-hmm. Waardoor ze het een beetje complex proberen te maken. Inderdaad. Maar het is niet echt gelukt of zoiets. Nee. Want uiteindelijk is er een body gevonden. En ze dachten dat body het body is wat zij hadden. Ja, want dus, dat is 3 weken later of zo. Ja, en dan zijn ze dus naar dat zusje gegaan. En dan hebben ze bla 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 bla. En dan huppelde puppelde pup. En later bleek dus inderdaad die killer die achter hun aan zat. Kwam terug van een kill. En die werd daarna geraakt en hij werd gedumpt. Maar hij leeft nog. Dus ook vrij logisch dat ze denken dat hij het is.
die ze gevonden hebben. Ja, maar, want hij leeft nog, weet je wel. Hij zit achter hun aan. Ja. Maar ze dachten dus dat hij dat was. Maar hij is uiteindelijk weer teruggekomen om hun te killen. En dat body dat gevonden is, is dat kind die zij hebben, die dat Captain Haak. Captain Haak eerder had vermoord. Dus het is eigenlijk super simpel. Vanaf moment 1 weet je al wie de killer is. Mm. Ja, hij probeert ze allemaal één voor één te killen. Maar nee, bij mezelf, ja, je weet toch wie het is. Ze proberen het zo achterdochtig te houden van je weet niet wie de killer is, je weet niet wie de killer is, er komt notitie en die Die man zie je vaker terug, weet je wel, en dan zie je net niet zijn gezicht, maar je ziet wel een deel van zijn gezicht. Als kijker zijn die weet je en wie dan, het is, toch? Ja, dat ook, maar dat bijvoorbeeld, dat proberen ze dan te verbergen door in het begin zijn gezicht helemaal onder bloed te doen. Ja. Maar het is gewoon letterlijk zijn gezicht in het rood. Het is niet zo dat hij half verminkt was of zo met zijn gezicht, weet je wel. Dat zijn gezicht was verbrand of zo. Ja. Dus je ziet het heel snel van, oh ja, dat is gewoon die gozer die ze hebben aangereden. Ja, en hij is indestructible, man. Ja. Toch? Inderdaad. Ja. Je kunt doen wat je wilt, maar die man die komt terug. Die komt altijd terug. Ja. Ik heb deel 2 en deel 3 nog niet gezien. Ik heb ook niet de intentie, trouwens. Ik heb ook een vraag aan de persoon die film heeft gekozen. Ja? Nee, die de titel bedenkt voor die film. Ja. Wat dacht je bij de sequels? Oh, weet je wat? Ik heb even een paar technische savings heb ik erbij gepakt. Ja, nou komen ze. I Know What You Did Last Summer. Dat was deel 1. Ja, en dan deel 2 was I Still Know What You Did Last Summer, 1998. Geregisseerd door Danny Cannon. 2,3 op Letterboxd. Budget van 17 miljoen en een box-office van 125,3 miljoen. Net voor Halloween, denk ik, dat het daarom zo succesvol was. 17 oktober. En I'll Always Know What You Did Last Summer scoort een 1,4 op Letterboxd. Maar op een gegeven moment, ja, die naam, dat is gewoon niet meer logisch, toch? Nee. Want als je zegt I Know What You Did Last Summer, snap ik. Maar I Still Know What You Did Last Summer. Dan zou het moeten zijn I Still Know What You Did Past couple summers ago, moet het dan worden. Yeah. En dan dat je bij de volgende zegt, I still know what you did 10 summers ago. Want in deel 1, dan gaan ze al gewoon, ze beginnen. En na die moord gaan ze een jaar verder. Ja. En uiteindelijk gaan ze weer een jaar verder. Ja. Ja. Maar ik heb ook op internet gekeken wie er in deel 2 speelt. Die hoofdrolspeelsters, die speelt er nog steeds in. Ja. Dat meisje. Oh, ja. Ja. Maar einde van deel 1 zie je van I still know what you did. Ja. Weet je wel? En dan springt die gast in één keer uit. Hij valt daar aan. Ja. Ja. Maar dan speelt ze toch nog in deel 2. Ja, dan vraag je je wel af van hoe heeft zij dat overleefd? Of daarom, maar die killer, bekijk deel 2. De killer die leeft nog, hè? Nou, klopt. Dus daarom maar ik vind wel dat we een nieuw segment moeten doen. De meest slechte films die we ooit hebben gezien. Ja. En dan moeten we die deel 3 kijken, wat een 1 heeft. Ja. Maar hey, ik las ook dus Untitled I Know What You Did Last Summer sequel. Komt hij eraan? Ja, wat voor cijfer gaat die halen? Want als we kijken naar de cijfers, 2,3, 1,4. En I Know What You Did Last Summer heeft een 2,9. Het is een dalende lijn. Het is een dalende lijn. Wat gaat de volgende halen, denken jullie, jongens? En wat gaat de titel zijn? I Know What You Did in... A couple decennia ago. Ago, ja, precies. Yeah. I still didn't forget. Yeah, maar weet je wat wel is? Dit is denk ik een beetje van die Julie, die hoofdrolspeelster. Yeah. Die gaat dan schijnbaar deze film schrijven en regisseren. Oké. Okay. En dan denk ik echt bij mezelf, ja, als je kijkt naar haar, wat voor films ze allemaal heeft gemaakt en zo, dan denk ik echt, want dit is haar enige succesfilm een beetje. Als je kijkt ook naar wat het heeft opgeleverd en zo. Yeah. Moet je dit wel doen? Nee, niet per se moet je dit wel doen. Ik krijg een beetje het indruk van... Zij probeert haar carrière te redden of zo. En blijf maar hameren op die I Know What You Did. Door haar enige succes. Ja, haar enige succes. Want ze heeft nu het weer gewoon... De productie heeft ze opgezet en de film gaat schrijven waarschijnlijk. En de regie gaat ze zelf doen. En hoopt ze nog een keer een succes uit te halen. Maar ja... Het is haar enigste inkomen blijkbaar. Binnenkort op Letterboxd 0,5 of zo. Ja, historisch. Kunnen we nu alvast stemmen? Hij staat wel online, maar volgens mij kunnen we niet stemmen. Nee, op Letterboxd kun je hem wel vinden, ja. Het zal wat zijn, hè. Je film nog niet uitgekomen is en je hebt dan 1 of zo. Ja. Maar jongens, ik heb wel een andere vraag. Kijk, die gast die vermoord is en die terugkomt uit de dood en de kinderen opjaagt. Hij was een visser. Ja. Hij doet hem met een haak. Ja. Jij was bijvoorbeeld een moordenaar. Wat voor moordwapen zou jij gebruiken? Oh, wacht. Ken je zo'n speerwapen, weet je wel, wat voor duikers gebruiken? Haken met zo'n HDMI-kabel. Zo. Nee, ken die speerwapen? Oh, wacht, als mijn eigen beroep. Ja. Oh. Je bent ICT. HDMI-kabel. Zo.
Ja. Mirza, nee, met zo'n Mirza met zo'n reisgids. Ik zal wel dingen gebruiken, man. Gewoon iets programmeren, weet je wel. Dat ze worden gepet in een machine of zo. Five Nights at Freddy robot. Zo. Ja, enter. Zo'n drone weg. Ja. Met zo'n dikke machine geweer erop. Of droog gesproken, ik zou misschien een drone moeten inzetten. Of zo'n lamp of zo. Zo'n lamp. Oh, die voel je wel, hè? Ja, of een drone propeller, weet je wel. Weet je wat het mooie zal zijn? Je moet zo'n film gaan regisseren en dan de film accident. Ja. Dat gewoon zo'n hele set zo alleen op hem valt. Ja, dan krijg je zo'n soort van Blair Witch Project. Ja. Ken je dat? Ja, die ken ik. Net als Hitman, weet je wel, die het in een ongelukje maakt. Blair Witch Project is eigenlijk best wel raar, man. Die had toen ook heel veel geld verdiend met minimaal. Dat was eigenlijk... Ze hebben gewoon acteurs gecast en die wisten wat ze waarvoor ze gecast werden. En daarna werden ze losgelaten in het bos. Yeah. En dan gingen hun op afstand filmen wat hun deden. En op afstand maakten ze geluiden en hun moesten dat soort van documenten. Dat is een soort van ook van paranormal activity type, weet je wel. Okay. Maar dan, uniek. Maar dan echt niet scripted gewoon. En gewoon improviseren. Ja, die acteurs die horen wel shit, maar die weten ook tegelijkertijd dat het de productietingen is, weet je wel. Ja, maar toch ga je na een tijdje twijfelen. Maar als je kijkt naar de dan werden er wel gewoon een soort van mandjes neergegooid met batterijen, extra batterijen en zo en dit en dat. En dan hadden ze iets van 40 uur aan beeldmateriaal wat ze moesten verknippen naar een film van 1,5 uurtje of zo. Zoiets. Ah, leuke manier. Alleen dan zou ze dan moeten vermoorden dan, in dit geval. Ja. Nou, Alec Baldwin. Nou ja, dat is wel eigenlijk een soort van situatie als Alec Baldwin. Nou, ik dacht dat je Jennifer ook wel even mag ophalen. Ik nog meer over de film. Ja, schrikmomenten waren niet zo eng. Nee, man. Ik vond het een beetje cheesy-achtig, want... Was ook bijvoorbeeld een onder de kin. Ja, maar was ook een scène bijvoorbeeld waar een personage zich omdraaide en dan liep ze tegen een kapstok met een jas. Ja, klopt. Zo, maar dat was schrikken zeg. Ja, dat schrik je even. Of zat ze in de auto en dan was ze haar sigaretten vergeten en dan kwam ze even kloppen, tuk. Oh, weet je, dat ze wegreed en dat ze bij die raam blijft hangen. Ja. Ik vond niet echt een goede schrikmoment. Nee, man. Klopt. En de politie zijn vrij casual, vind ik. Ja. Waarom zijn die politie altijd zo raar, casual? Nee, maar ze ahoeren altijd. Bij elke film. Doe ze rustig. Was ook bij een prank uitvoeren. Was ook bij Totally Killer, zo loopt ze naar de politie en ze zegt zo van... Ja, oké, ik snap ook wel dat de politie een beetje lacherig over doet. Ze zegt, ik kom van andere mensen hier, maar dan gaat vanavond een moord gebeuren. Hij zegt, er is hier de afgelopen 20 jaar geen moord gebeurd. Weet je wel, en dan stuurt ze haar weg en dan uiteindelijk wordt er wel iemand vermoord. Maar deze was dat ook zo, die politie die loopt zo casual en lacherig over. Ja, maar ook met die scène bijvoorbeeld, dat ze op het einde op dat toneel staat, weet je wel. En dan loopt ze te schreeuwen, oh, killer, weet je wel. En dat iedereen... niet eens met daar bezig is. Maar oh, wat gebeurt er? Ja, ze schreeuwt 10 keer, killer. Hallo, wat denk jij? Ja oké, okay, maar totdat je omdraait is hij al weg. En dan denk maar dan denk ik van, waarom je schreeuw je? In die scène, dan rennen ze naar haar toe, dan zijn ze met haar bezig. Terwijl dat ze wijst en in de microfoon schreeuwt, killer. Ja, en dan denk ik bij mezelf, gaat er bij niemand een lampje branden, oh, dat gebeurt daarachter. Ja, maar dan zou die al gepakt zijn, dan was klaar met de film. Ja. Dus, ja. Moet nog even, ze hadden maar nog wat. Ja, filmen dan anders. Ja, nee, het is heel eenvoudige film. Ja. Eenvoudig te volgen. Schrikmomenten waren er niet zo. Nee. Hij is volgens mij net voor Halloween uitgekomen, waardoor hij denk ik goed heeft gedaan in box office en ook het vervolg ook. Mm-hmm. Maar hij scoort vrij laag. En terecht. Dus ja, ik weet snap het wel. Voor de rest heb ik niet zo heel veel te vertellen over de film. De krap moment was raar. Het? Krap moment. Krap, ja. Krap moment. Dat was wel een beetje... En dan in één keer zijn al die krapjes weg. Ja. En dan, vraag me af hoe is iemand daarbij opgekomen. Maar goed. Nee, ja jongens. Ik denk dat we heel veel al wel hebben besproken, toch? Ja. Conclusion rating? Zoals je al zei, een eenvoudig film. Vroeger was ik er bang voor. Nu gelukkig niet meer. Ben door de trauma's heen. Okay, nee, soms moet je dit soort films even terugkijken. En dan denk je van, het moet ook niet zo zijn dat je hier getraumatiseerd van raakt. Weet je nou, dat totaal niet. Nee. Maar het is goed dat we jou terug hebben. Ja, man. Mirza was al jaren bang voor de visboer. Nee, ja, ik kan ik vis halen een, weer. Ik geef het een 2, eigenlijk. Een 2. Oké, best hoog. Nou, dan wil ik jou... Ja, vertel, waarom? Nou, ik weet niet, man. Zoals ik zeg, ik ben een type dat snel schrikt. Nee, echt totaal niet. We hebben laatst ook zo'n film gekeken. Daar gaf ik ook best laag.
Die was ook heel slecht. Welke was dat? Ik weet niet, maar het was ook een horrorfilm. Dat was ook drie keer niks. Oh, You Got Mail. Nee. Ja, dat was wel een trauma, ja. Dat is een aparte genre van horror. Nee, You Got Mail was ook best wel leuk voor een keertje. Ja, zeker. Veel goed zondagmiddag vullen. Ik weet niet, ik geef het een anderhalf, man. Anderhalf. Gewoon geen logica. Ja. Gewoon in stijl met die dalende lijn. Van. Ja, inderdaad. Ik ga gewoon mee. Jij moet het ingeven, vind ik. Nee, kijk. Ik wil dalende lijn blijven houden. Ik snap wel dat het vernieuwend kan zijn destijds. Ja, destijds wel. Maar in zijn geheel is het wat minder uitgevoerd of zo. Ik wil het een 2,5 geven, puur om haar kans hem gelijk niet te geven. dus ik zeg 2,5. Stiekem wilt hij een 2 geven. Dus dat betekent dat de film een 2 scoort. Ja, gemiddeld een 2. Ja. Gemiddeld een 2 van ons. Namens Team The Video Corner. Jongens, moeten er mensen de film kijken? Nee, je mist niks. Nee, ik vind niks. Van niet. Nee. Ik heb het tot vandaag de dag nooit gekeken. En ik denk dat ik ook helemaal niks heb gemist. Om niet te kijken. Ik heb steeds spijt dat ik hem heb gekozen. Ik ben vanmiddag ook in elkaar geslagen voordat ik hier binnenkwam. We hebben ook unaniem besloten dat jij geen films meer mag kiezen. We hebben unaniem besloten dat we al straks nog een keer in elkaar slagen. Help. Jouw recht is ontnomen. Als ik de volgende aflevering niet aanwezig ben, weten jullie waarom. Bel de politie. Ja. Nee, dus dat. I Know What You Did Last Summer krijgt van ons 2 sterren. We zijn weer aan het einde gekomen van een VHS review. I Know What You Did Last Summer krijgen ons 2 sterren. Heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Terwijl je daar toch rondhangt, vergeet dan niet een comment te plaatsen, een review achter te laten, te liken, belletje aan te zetten en de podcast te delen met je vrienden. Ook zijn we te vinden op social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en TikTok. Op Instagram en TikTok heten wij @TheVideoCorner. Op Facebook zijn we te vinden onder TheVideoCorner. Volgende week maandag zijn we weer terug met een reguliere aflevering. Jongens, bedankt voor je aanwezigheid. Ja, jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Hakan, bedankt voor de film. Hakan, bedankt voor de film. Ik wil mezelf totaal niet bedanken. Ik wil dit soort fouten niet meer doen. Bedankt voor de bloemen uit Nederland. Jongens, bedankt. Luisteraars, bedankt voor het kijken en of luisteren. En tot de volgende keer. Joejoe. Hasta la vista. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.